kans bestaat dat hij mij ook heeft gezien. Maar ja, met iemand zo'n knappe kop als ik, weet je, daar kijken mensen graag naar. Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je bekijkt naar de nieuwe H1Z1 Battle Royale. En ik moet zeggen, we spawnen een beetje in een tussenlocatie. Echt tussen Cranberry, tussen de dam en tussen dit eigenlijk waterdorpje. Ik ga gewoon naar het waterdorpje toe. Dat lijkt mij gewoon een hele geschikte locatie. Ik zie al een persoon daar droppen, maar daar ergens in het midden. Dus ik kan sowieso één of twee huisjes kan ik hier pakken zonder beschoten te worden. En als eerst pakken we een AR-15. Als tweede hier een rugtas en een helm. Shotgun mag er ook wel bij. En dan kunnen we eigenlijk al gelijk gaan jagen naar die persoon die daar ergens is gespawnd. Maar ik geef mezelf toch nog even een klein momentje om misschien nu nog iets van de first aid kit te vinden. Oeh, you fucking what, mate? Oké, ik moet eerlijk zijn. Ik zat nog even lekker in mijn momentum van, ja, we zijn net begonnen, lekker kijken, een nieuw video, dit, dat. Opeens gewoon persoon. Ja, was ik niet helemaal op voorbereid, ik moet eerlijk zijn. Oh, ik zie die persoon. Ik weet niet of ik hem geraakt heb. God dang it, man. Waar is hij? Ja, er zijn maar twee uitgangen in zo'n huis, voor en achter. Nu is de vraag, gaat hij voor of gaat hij achter? Ik denk achter, ik zie hem daar verderop. En hij zit achter de truck. Vraag me af of hij mij gezien heeft, of in ieder geval mijn locatie weet. Hij weet in ieder geval wel waar het vandaan kwam, maar als hij in dat hokje zit, dan kan ik lekker zo gaan gluipen. Zo ziet hij me niet, en dan pak ik dit heuveltje mee als dekking. En dan kunnen we kijken, en schieten! Come on! Dit is echt triest. Shotgunmeister! Boostmeister! Shotgunmeister! Yeah. Gotcha. Ik had serieus nog een moment in mijn hoofd van, ik ga dood hier. Ik ga gewoon serieus dood. Omdat ik zo een beetje de eerste drie schoten wifte. En ik zei, meneer, gaat niet zo goed. Maar hij heeft wel een first aid kit. Extra's, kogeltjes, huppakee, lekker hoor. Ik weet niet wat dat exact betekent, maar ik hoop dat het betekent dat ik de enige in de omgeving ben. En dus dat ik eigenlijk alle spulletjes hier kan pakken zonder beschoten te worden. Oh, ik hoor schoten en het komt vanuit het noorden? Ja. What is this sorcery? Nee, ik kom toch daar vandaan. Even koekeloeren. Ja, ik zie een persoon daar verderop. Gaan we de confrontatie aan? Not sure. We kunnen het beste denk ik nu eventjes vermijden. We hebben namelijk al twee kills op ons naampje staan. Dus het is prima zo. En ik moet zeggen, ik heb een scheidlading aan shotgunkogels waar ik hoogstwaarschijnlijk nooit vanaf zal komen. Maar hey, gewoon geinig om te hebben. Het enige wat ik nu eigenlijk nodig heb, is niet nog meer shotgunkogels. Maar dat zijn first aid kits en of granaatjes zoals dit. Dat snap ik niet. Er staat hier zo'n groot huis. En er is gewoon geen enkel lootje te vinden. Oh, niks. Dat snap ik niet. Echt zo, waarom zit dit huis er dan, weet je? Of waarom is hij leeg? Geef me een verklaring voor deze waanzin. Oké, ik zit hier ergens langs het water. Ik loop nu volgens mij richting Cranberry, ja. Oh kijk, hier is ook nog een plekje. Daar is de airdrop. Die dropt richting het noorden, iets voorbij Cranberry. Allemaal geinige informatie. We moeten gewoon even rustig aandoen. Ik heb nu eindelijk een aantal shirtjes en tassen die we kunnen verscheuren om dus uiteindelijk meer bandages te hebben. Dan zitten we qua dat op zich oké-ish. Dan zouden we nu eigenlijk gewoon een paar extra shotgun kogels. Nee, een paar extra first aid kitjes moeten vinden. En dan en nog wat AR kogels en dan zitten we goed. Ik zit op zich prima in mijn bosje, maar ik ga toch een klein risico nemen om hier even in deze schuurtjes te kijken. Even kijken of er een paar AR kogels liggen. Nope. Persoon. Ik denk niet dat hij mij heeft gezien. Lijkt me heel stug al heeft hij mij gezien. Ik zie hem. En hij gaat de kerk binnen. Oké, we nemen een risicootje. Maar ook gewoon omdat het een beetje leuk is om mensen kapot te schieten in spelletjes. Vandaar. Oh, hij gaat naar achter, joh. Wat? Is er geen achtergangpad? Ja, ik dacht al. En dan wachten wij hem eigenlijk gewoon af. Totdat hij weer tevoorschijn komt. En dan pieken we hier rechts en schieten we hem neer. Zoals
zoals ik eigenlijk had uitgelegd, maar dan eigenlijk soepeler. Zoals dat eigenlijk. Dat wilde op zich wel baten. Dat is Evert ten Apel zou trots op me zijn. Oké, en nu moeten we die knakker ook nog looten midden op fucking straat. Oké, hier ligt zijn tasje. Even in het gras liggen. First aid kit much? Mollies. Oh, kijk. Ja. Nog een molly. Hier. Fucking 5 mollies. We gaan echt... we gaan ze rondgooien, hoor. Alleen, nu moeten we weer eventjes een veilige plek opzoeken om weer de cirkel af te wachten. Alleen, ja, ik zit midden in de stad. Dang it. Even naar de zijkant. Alhoewel. Dit is echt zo'n winkel waar gewoon niemand in zou kijken. Tenminste, als ik deze winkel zou zien, ik zou er echt spontaan gewoon langs lopen. Zo ja, wat de fuck is hier nou weer, weet je? Kijk, nu ontstaat er toch wel enigszins een probleempje. Want Cranberry is enigszins afgekapt. Ik zit dan volgens mij nog wel in het veilige gedeelte. Maar de kans dat zeg maar de cirkel bij bijvoorbeeld Bubba's Truckstop of de Long Pipe Development eindigt, is vele malen groter dan dat hij bij Cranberry eindigt. Dus ik denk dat we al een tikkeltje gewoon een beetje naar het oosten moeten gaan bewegen. En uiteindelijk gaan we wel richting het noorden. Dus we pakken de benenwagen en we gaan wieberen. Inmiddels zijn er ook nog maar 17 spelers over. Fuck die. Ik zag een auto. Ik denk ik wacht het eventjes af, want hij is nu daar. Yep. En dan ga ik deze kant wel op. Die man gaat gewoon direct naar het noorden. Kijk, dat is ook gewoon een tactiek. Moet hij helemaal zelf weten. Maar ik pak het toch iets rustiger aan, weet je. Ik bedoel, helaas ben ik niet de beste speler van dit. Dus ik moet gewoon een beetje mijn gevechtjes moet ik uitkiezen. Degene die ik echt denk die ik kan winnen, die ga ik natuurlijk aan. Degene waarbij ik twijfels over heb, daarbij moet ik dan eventjes wachten. Zit er eentje in het warehuis daar, maar ik kan hier moeilijk crossen aangezien het een enorm groot open hek is. Waar de fuck is die persoon trouwens heen? Ah, hij zit daar binnen te looten nog. Misschien dat als hij zo direct in het open gaat lopen, dat ik hem kan pakken. Maar het punt is... Ja, wat is het punt eigenlijk? Het is gewoon lastig te raken omdat er auto's in de weg zitten. Fuck it, ik boek hem zelf. Boek. Zal je net zien dat het verkeerde timing is en dat hij net naar buiten komt? Nee, geen probleem. Het ligt er ook een beetje aan waar hij naartoe wil. Wilt hij net zoals ik naar het oosten toe of zit hij gewoon... Ah, fuck it, ik ga wel gewoon direct naar het noordwesten toe. Dat kan natuurlijk ook, want dan gaat hij de andere uitgang uit. Ik denk dat hij dat gaat doen. Ja, oké, dan boeken wij hem gewoon meer naar het oosten toe. Are you fucking kidding me? Waarom zijn er zoveel auto's op de weg? Hij heeft me ongetwijfeld gezien. Ongetwijfeld. Yep. Nope. Ik heb geen idee. Ik boek hem. Boek. Oh fuck, hier staat ook een auto. You what, mate? Maar de persoon zit er niet in. Waar is de persoon? En achter welke boom zit hij verstopt? Oh man, ik heb hier zo'n hekel aan. Want ik weet niet waar die is. Ik heb alleen zijn auto gevonden. Fuck my life. Fuck it. Dit is natuurlijk echt weer zo'n twijfelachtig moment, weet je. Dit is echt de pure twijfel. En ik weet niet, ik heb er wel eens van horen zeggen. Al twijfel je, moet je gewoon boeken. Nee, dat zegt ze niet op die manier, maar dat zou wel geinig zijn. Nee, bij twijfel niet doen. Dat is het spreekwoord. En dat is op zich, dat klinkt best logisch, weet je. Als je gewoon niet zeker van je zaak bent... Of niet zeker weten dat je het wil doen, of wat dan ook. Je hebt twijfels, pep, niet doen. Oké, volgende cirkel is gewoon letterlijk waar ik ben. Tenminste, ik zit dan, even kijken, dat is de weg. Ik zit, laten we zeggen, hier. Dus dat betekent dat ik midden in de cirkel zit. Oh, dat is ook eigenlijk best wel een nare plek om te zitten. Daar verderop zie ik een auto, zit er een persoon in. Geen persoon aanwezig. Wat is er met gewoon die random auto's die gewoon in de wildernis staan? Oh, wat? Hij zakt door de grond. Het is drijfgras. Nope, hij springt er weer uit. Daar zit ook al die in een random auto. Tenminste, ik denk dat hij er nog staat. Of was het hier? Ik weet het al geen eens meer, joh. Oh, ja, ik zie een auto daar verderop. Die gaat ongetwijfeld die andere auto checken. Of heeft hij mij gezien? Oeh, die kans is best wel groot. Ik stond namelijk een beetje in het open. En ik heb niet de juiste angle nu. Oh. Daar heb je hem toevallig. Daar heb je hem toevallig. Laat jij nou zien hoe sterk je bent. Jij trekt ze toch over de balie?
Oh, waarom is hij uitgestapt? Ja, om mij over dit heuveltje te forceren. Ik snap hem wel, ik snap hem. Even kijken, kan ik gewoon een paar kogeltjes op zijn kop tikken? En hij raakt mij wel, hè? Ja, weet je wat? Je bekijkt het maar met je kutauto, hè? Alhoewel, ik heb wel een paar molotovs, maar ik weet niet of ik ze ver genoeg kan gooien. Oké, ik schuif gewoon een boom op, want hij gaat ongetwijfeld verwachten dat ik gewoon weer achter mijn oud vertrouwde boompje sta. Dus gewoon eentje opschuiven. Oh. Dat komt niet daar vandaan, gelukkig. Dat komt, weet ik veel, zuidwest. Wacht, even checken of hij er nog staat, hoor, want het is belangrijke informatie om te weten. Oké, daar komt het nu vandaan. Ze zijn hem allemaal geboekt. Weet je wat? Ik ga even daar in het donkere gedeelte zitten. Het lijkt me toch even een tikkeltje veiliger. Moet ik wel even checken of er op het moment niet al iemand zit voordat ik voor mijn raap word geschoten. Oh man, ik moet zeggen, dit is echt een kutplek. Het zit net zo onderaan een heuvel, dus dan komt er iemand over de heuvel heen. Ja, dan zie ik dat niet aankomen totdat hij uiteindelijk voor mijn snuffert staat van... Hey! Oké, volgende cirkel is gewoon weer wederom letterlijk waar ik ben. Misschien wat meer richting het zuidwesten. Ik ga anders wel bij deze huisjes hier een beetje zitten krabbelen. Alhoewel, zit dat er überhaupt nog wel in? Nee, zit er net buiten. Deze schutting daarentegen is wel even een chille plek om gewoon even te chillen. Maar kijk, zie je dat bruine pad daar lopen, zo die heuvel op? Dat is dit hele lichte streepje. En die zitten nou weer net buiten. En ik zit blijkbaar hier, dus ik zit er ook net buiten. Dus ik moet eventjes gewoon wat meer opschuiven. Ik denk dat bijvoorbeeld daar... Dat een juiste plek is. Dus dan wordt even boeken. Pak de benenwagen. Boek, 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 boek. Oh, 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 oh. God, ik zag die auto hier links geen eens. Maar ik zag die persoon... Even kijken, daar ergens. Misschien achter die boom. Kan zijn dat hij ook al een paar bomen is opgeschoven. Ja, dat zeg ik nu wel. Maar dat bleek uiteindelijk ook gewoon een glimps te zijn. Het was geen juiste visuele bevestiging van dat die persoon daar zit. Are you kidding me? Dat is wel erg dichtbij. Ik zat nog van, dat vliegtuig, weet je. Oké, ik zag een auto daar rijden. En daar gaat hij. Wonderbaarlijk genoeg, die auto die hier links stond. Footsie. Verdwenen. Synoniemen. Nu maar hopen dat ik goed zit. Maar ja, we hebben genoeg bandages op zich en first aid kits om eventjes te overleven. Dus dat zal niet het grootste probleem zijn. Die bombervliegtuigjes daarentegen wel. Ja, in je maag. Oh god, oh god. Ik moet dit eventjes overleven. Ik heb weinig HP over en ik ben flink aan het bloeden. Oké, nu komt het er weer zalig bij. In de hoop dat die persoon... Oh god, die auto. Eventjes wachten nog. Eventjes niet zo gretig zijn, gewoon nog even wachten. Waar is die auto heen? Oh wacht, die ene auto die staat er nog. Oh, dan zag ik hem net niet vanaf die andere angle. Maar die persoon is wel neergeschoten. Oké, volgende cirkel is meer richting Cranberry. En ik zei net nog... het zal vast niet bij Cranberry komen, want... wat zei ik? De kans is klein dat... Zo. Waar is die gast zijn tasje heen? Oh. Hij rijdt door. Yep, die gaat daar zitten. Oké. Nou, ik kan die gast tasje eventjes niet vinden. Punt is, ik moet een beetje richting die auto. Want ja, dat is gewoon letterlijk richting het westen. Maar ik heb het gevoel dat hij niet op mij schiet. Dus we zouden hem kunnen flanken, omdat hij nu afgeleid is. Even kijken, hij stond hier ergens toch? Ja, ik zie zijn auto. Hij zit er op het moment niet in. Hij zit waarschijnlijk in zo'n boom erbij schuilen van... Al sla je me dood. Oh, hij zit er weer in. Hij gaat verder naar beneden toe. Kijk, al achter... Oh, hij is daar al, joh. Ik dacht, al achtervolg ik hem echt op de meest directe manier. Want je hebt, zeg maar, een soort blind spot achter je. Dus dat hij, zeg maar, niet alle angles goed kan bekijken. Alleen, ja... Dan kom je in deze klote greppel terecht. En dan zie je uiteindelijk niks meer. Maar al kom je op dat randje erboven terecht, dan heb je geen dekking meer. Maar dat is uiteindelijk wel waar we moeten wezen. Oké, er komt sowieso nog eentje van rechts hier, oh. Daar staat die ene auto nog. Volgens mij is er aan de overkant nog een persoon. Nou, daar dan die ene gast met die auto. Maar die is hem geboekt. Oh,
hemeltje, ik word van mijn flikker geschoten. Dat deed me toch even pijn? Het was een gast met een AK, dus op afstand is het geen wonder, maar hey. Wonder boven wonder, overleven wij het. God, er zijn zoveel schoten en ik heb zo'n klote positie. Ik zie de persoon trouwens. Oké, die was mis. Volgende. Oké. Ik moet gewoon stoppen met dit. Het is gewoon triest. Hij komt eraan. Kijk, dat is hem hoor. Jij trekt ze toch over de balie? Kut. Gas. Boek. Oké. Shit, er komt nog een persoon van rechts. Kijk, dat is er nog één. En er zit er daar nog één, een man. Hier! Even wachten, hè? Kut, auto. Ja, de zenuwen beginnen nu een beetje goed door te spelen, hoor. Oh, ik zie een persoon daar. Die heb ik ook down. Ja, maar ik hoor daar nog een stem vandaan. Ik weet niet of dat een lijk is of een persoon. Oké, daar... Twee remaining. De laatste persoon is aan de linkerkant in het dorp. Even kijken, ik moet... Oh, let me take the body armor. Hou je bek eens. Ik had niet mijn stemmen moeten laten vertonen. Ik had... Oké, hun moet even stoppen met praten. Ja, dan krijg je dit, hè. Ik weet niet waar hij is. Oh god, hij is daar. Zo, die man wordt wild. Ik ga dood. Die gasten kunnen gewoon even hun bek niet houden. Jezus. Hier kan ik zo teringboos om worden. Ik had gewoon letterlijk het geluid moeten muten. Ik kan er zo boos om worden. Oh man. Oké. Potje nummer 2. Ik ben op het moment aan het vallen richting huisjes waar eigenlijk normaal gesproken geen ene kloot is te vinden. Maar hier rechts staan allerlei van die staakcaravans. En ik weet toevallig dat hier wel van die sappige loot is. Het is gewoon letterlijk, hier, ik ben aanwezig en ik verlies gelijk 5 HP door het vallen. Klooten. Ik dacht dat ik geluid hoorde. Maar dat kan ook gewoon zijn van hetgene dat ik spul aan het oppakken was. Ook al heb ik toch echt het gevoel alsof er iemand hier in de buurt is. Woe! Jezus. Doe het niet! Jij trekt ze toch over de balie? Tieverslijen! Ja, en mooi is, die man die verstaat er geen ene kloot van. Die hoort gewoon echt alleen maar klanken vanuit de keel. Nou, dat was dus de persoon die wij hoorden. Goed om te weten dat hij gewoon letterlijk geen ene kloot had. Dit is vreemd. Er ligt hier een pistool zonder ammo. Woe! Tieverslijen! Dat bedoelde ik dus. Ik dacht al, ik wilde mijn zin afmaken van... Oh, dus dat was een persoon zijn. Beter opletten, Don. Mag nog wel even beter gaan. Soepeltjes. Want dit is... Het is nog een beetje krap. Nou, bekijk even ons inventaris. We zitten gewoon letterlijk qua alles zitten we gebakken. We hebben genoeg ammo. We hebben een granaatje voor de leuk. We hebben first aid kits, bandages. Ik zou nog wel een tikkeltje meer first aid kits willen hebben. Maar hey, 4 is op zich prima om mee te beginnen. En de cirkel zit aan het zuiden. Alleen ik moet even kijken. E3. Oké, dan wordt even een bokeind naar het zuiden lopen. Kijk, de volgende cirkel is daarentegen ook gezet. Ja, ik moet gewoon meer richting die berg. Ik denk dat het gewoon zal plaatsvinden rond het radiostation en op de berg. Maar ja, de laatste keer dat ik een voorspelling deed van... Ja, het zal vast niet bij Cranberry eindigen hoor. En eindigde toch bij Cranberry. Dus mijn inschattingsvermogen die schuif ik eventjes aan de kant. Ja, wat zei ik je? Die cirkel die gaat gewoon op die berg. Oh, kloten. Wil ik op de berg ja of nee? Ja, ik denk dat ik vrij weinig keuze heb. Dus ik kan beter nu gewoon een dominante stempel erop zetten. Van, dit is mijn plek en je komt er niet aan. En dan moet ik gewoon niet de domme gevechten aangaan. En dan denk ik dat we er best goed uit kunnen komen.
Oké, laten we naar dat puntje toe gaan, want dat is gewoon een mooi uitzichtpunt. En dan moeten mensen naar, zeg maar, boven komen. En van beneden naar boven schieten is moeilijker dan van boven naar beneden. Dus dat lijkt me een goed plan. Oké, we zijn bijna bij de top. Nu moeten we het even rustig aandoen. Om gewoon even goed te kijken en geen domme acties te doen. Alright, looking good so far. Meestal zit er hier ook nog iemand in de buurt. Aangezien dit, zeg maar, het rustpuntje is als het ware bij deze tip. Voordat je uiteindelijk verder gaat richting het radiostationnetje. Maar het ziet eruit dat er hier niemand is. Het ziet er naar uit dat wel daar iemand is. Maar die heeft een auto, dus die kunnen we sowieso niet challengen. Het punt is, de cirkel hierboven is, zeg maar, ook nog best wel groot als het ware. Dus de, zeg maar, van die kant af kunnen ook nog heel veel mensen komen. Maar ja, je ziet ze vrij slecht vanaf hierboven. Dus we moeten gewoon even onze tijd nemen en gewoon rustig aandoen. Oeh, daar heeft hij hem gedropt. Maar dat is net voor de berg is dat. Het is net daar al in die greppel. Die auto daarentegen, die is aan het bewegen. Kans bestaat dat hij mij ook heeft gezien. Maar ja, met iemand zo'n knappe kop als ik, weet je, daar kijken mensen graag naar. Ik zie daar een persoon op het randje. Wacht, even kijken of ik hem kan spotten voor je. Twee personen? For real? Maar waarom zie ik ze niet bewegen? Dat is natuurlijk randje render distance. En dan zie je dat niet goed. Daar heb ik echt een van de grootste hekels aan, joh. Dat het gewoon niet normaal wil laden. Maar ja, hun zitten ook gewoon veilig op de berg. Dus die gaan ook niet gekke fratsen uithalen om dingen te bereiken. Het zou erg stom zijn als ik nu op zou gaan schieten. Het kan wel. Het zou stom zijn. De kans dat ik ze mis is vele malen groter dan dat ik ze raak. Ja, en daar gaat de airdrop. Even kijken, is er al iemand bij? Ik zie er nog niet echt beweging bij. Ja, het rendert ook lekker. Mooi, hè? Mooi. Ik wil je aanraken! Ik dacht al, die bommen mogen echt niet op mij komen, hoor. Dat zou echt de grootste onzin zijn. Ik ben geen eens dichtbij die airdrop. Die is echt daar. Huh? Oké, er komt er nog één. Ik neem toch wel even ruimbaan. Oké, die bommen slaan daadwerkelijk nergens op. Oh, kijk. Beweging. Achter de boompie. Hij staat nu ook gewoon letterlijk achter het boompje. Hij weet dat ik hier ben. Anders doet hij dat niet op die manier. Ik weet niet of hij nou naar voren is. Oké, hij loopt naar voren toe. In de greppel zit hij. Laat je kopje maar zien, jongen. Gaat hij niet doen. Hij weet het. Hij weet het. Ja, wat denk je ervan? Hij heeft me echt nog een flinke oplawaai gegeven ook. Hè? Maar hij heeft een AK en dat is gewoon minder goed op afstand. Volgens mij zat daar zeg maar één persoon. Dus we kunnen gewoon met alle rust eventjes de spullen van hem afpakken. Oh, ik heb gelogen. Er zit nog een persoon. Kijk, daar hebben we hem. Daar haal je hem toevallig. Daar haal je hem toevallig. Jij trekt ze toch over de balie? You fucking what? Hij schoot me gelijk in mijn kop. 72 HP, are you kidding me? 2 AR schoten. Ik weet dat hij body armor heeft, maar dat is bullshit. Wow, dat is echt vies lelijk. Nou ja, met dat ongelukje eindigen we deze aflevering. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video, dan mag je dat belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende H1Z1 Battle Royale. Doei doei!